We continuen met Pukki, Rudy, Kitty, Rigo. Hier is de rondvaart binnenvrede. Oh, die afdaling direct het water in. We hebben veel aanspanning bij de vier spannen hier op hindernis nummer 6. De korte wending, mooi genomen. Komt deze zijde alweer op de bal als het ware. Heeft wel een lange rust daar. All die board games, perfect gestijnd. Het tempo is mooi vloeiend, het tempo is regelmatig. Sur le siège, sur le dossier. En dan weer in de zaterdag weer in zicht en ons even benomen. Het kan zo nu en dan gebeuren, vooral in de volgelang. Maar we hebben weer volop zicht op de hindernis. En dat het in het hoogste tempo is, maar wel een mooie regelmaat qua tempo erin zit. Voor die vijver lekker draven, voor die daar rechtsachter, die galoppeert het pasje. En dan nu nog een paar doorgangen te maken. De tank van de eerste deelnemer, Peter Schenker. Als het was 1 minuut 10, dan staat deze man tegenwoordig. Er komt er eigenlijk niet halen. Balletjes, die kijken nog even aan, die liggen al op de balken. En dan komt hij daar, in een mooi tempo nog even die galoppade aanzetten. De schimmels die overop is in het...